Dit is een PowerPoint met audio-ondersteuning over de voorlichting van het Albeda Beauty & Fashion College opleiding haarverzorging. Zijn er naar aanleiding van de PowerPoint nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de opleiding haarverzorging. Onze opleidingen zijn verdeeld over twee locaties. We hebben de locatie Sportlaan in Rotterdam. Volgend jaar gaan wij verhuizen naar de locatie Haastrechtstraat in Rotterdam. Op de volgende pagina ziet u het praktijklokaal van onze andere locatie in Maassluis, locatie De Vloot. Binnen onze opleiding kennen wij twee leerwegen, de BBL en de BOL. Bij de BBL werk je 4 dagen en ben je 1 dag in de week op school. Bij de BOL loop je stage in het eerste halfjaar 1 dag in de week en vanaf het tweede halfjaar 2 dagen in de week. En de rest van de tijd ben je op school. Bij onze locatie in Maassluis bieden wij de volgende opleidingen aan. In de BOL haarstylist dame niveau 3. Salonmanager dame niveau 4. In de BBL hebben wij haarstylist dame niveau 3 en salonmanager dame niveau 4. Bij de locatie in Rotterdam bieden wij de volgende opleidingen aan. In de BOL haarstylist dame niveau 3. Haarstylist heer barbier niveau 3. Salonmanager dame niveau 4. In de BBL haarstylist dame niveau 3. Haarstylist heer barbier niveau 3. In het topjaar hebben wij de BOL en de BBL, salonmanager dame niveau 4. Kies je voor een herenopleiding niveau 3, let er dan op dat je niet alleen een stageplek kan vinden in een barbiersalon, maar dat het ook kan bij een combinatiesalon waar dames en heren worden geknipt. Voorbeelden van combinatiesalons zijn onder andere Cosmo-kappers, Ami-kappers, Bremers-kappers en Team-kappers. Let op, als je kiest voor een dame, betekent dit niet dat je niks over het herenvak krijgt. Je kan er altijd voor kiezen om het keuzedeel barbier te volgen. Heb je een basis-, beroeps-, kader- of gemengde leerwegdiploma, dan kan je bij ons niveau 3 volgen in de BOL of de BBL. Heb je een kader- of GL-diploma en wil je toch niveau 4 volgen, bespreek dan even de mogelijkheden in het intakegesprek. Heb je een TL- of HAVO-diploma, dan kan je bij ons de niveau 4-opleiding volgen in de BOL of de BBL. Je moet minimaal een VMBO-diploma hebben of minimaal een MBO niveau 1-diploma. En als je dat hebt, willen wij wel graag een positief advies van je huidige opleiding. Onze adviesleeftijd is 16-17 jaar. Dat heeft vooral te maken omdat je dan kansrijk bent op de arbeidsmarkt. Het lesplan op school en in de BPV, oftewel je stages, zijn met elkaar verbonden. Deze lopen met elkaar gelijk. Als het niet zo is, zijn hier afspraken over gemaakt met school, de BPV en natuurlijk de student. Het is één doorlopende lijn van stage, werk en leren op school door middel van praktijk- en theorielessen. De niveau 4 opleidingen en de BBL opleidingen werken met flexibel leren. Dat betekent dat jij zelf je opleiding inricht. Je beslist waarmee je zult beginnen en waar je mee gaat eindigen. Het kan dus zijn dat er verschillende dingen getraind worden binnen één klas. Bij niveau 3 werken wij met maatwerktrajecten. Hierin kan het zijn dat de ene student sneller de opleiding afrondt of juist iets langer over de opleiding doet, mocht dat nodig zijn. Wat verwachten wij van jou? Creativiteit is iets wat je een beetje van jezelf moet hebben en wat wij moeilijk kunnen aanleren. Flexibiliteit, je moet flexibel zijn in tijd, maar ook flexibel zijn in de omgang met mensen. Een goede motivatie hebben. Sociaal vaardig zijn en het leuk vinden om een praatje te maken met mensen. Stressbestendig, modebewust, zodat je ook een advies kan geven aan de klant. Uitstraling die passend is bij het beroep. Zelfverantwoordelijkheid, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de opleiding. Wat ga je leren tijdens de opleiding? Sociale vaardigheden, beroepshouding, wassen en wasmassages geven, het kleuren van het haar, haar- en huidspecialisaties, permanente, dat betekent dat je een blijvende krul in het haar kan maken, watergolven, dat is een tijdelijke krul in het haar maken, knippen en snijden, feunen en stijlen, opsteken en vlechten, de vaktheorie, dus alle theorie over de praktijkvakken, Nederlands, rekenen en burgerschap,
Bij de niveau 4 opleiding krijg je ook de volgende vakken erbij. Haarmodelijn ontwerpen, leiding en training geven, ondernemersvaardigheden en Engels. Gedurende de opleiding is het verplicht om minimaal 3 keuzedelen te volgen en af te ronden met de voldoende. Wij bieden de volgende keuzedelen aan binnen onze opleiding. Ondernemend gedrag, digitale vaardigheden, fysiologie, klantcontact en verkoop en barbier. Achter barbier staat een 2, omdat dit betekent dat dit een langer keuzedeel is en telt voor 2 keuzedelen die je dan in 1 keer afrondt. Modellen zijn van essentieel belang tijdens het volgen van de opleiding. Het is belangrijk dat je modellen meeneemt om op te kunnen trainen. Werk op modellen begint al vanaf week 2 dat je start op de opleiding. De momenten dat wij verwachten dat je een model meeneemt naar de lessen staan vermeld in het lesprogramma. We verwachten dat je minimaal 2 modellen per week meeneemt naar school om op te trainen. Een stage of een werkplek, de BPV. Aan het begin van het schooljaar verwachten wij dat jij een werkplek of een stageplek hebt gevonden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een BPV-plaats. Het is belangrijk dat je in een SBB erkende salon stage loopt of werkt. Je kan dit nakijken op de website van het SBB. Voor het vinden van vacatures kan je terecht op onze Facebookpagina, Alberda College Kapper, of op de website stagemarkt.nl. De afgelopen 5 jaar zijn wij afgereisd naar Londen met een aantal studenten. Daar hebben ze training gevolgd en stage gelopen. Dit is erg leerzaam voor de studenten. De komende jaren zijn wij van plan om elk jaar zo'n internationale reis te organiseren voor de studenten die daar interesse in hebben. Ook doen wij elk jaar mee aan de skillswedstrijden. Je kan je hiervoor opgeven. Eerst strijd je tegen de studenten op school en daarna strijden tussen de scholen in Nederland. Dit is erg leerzaam en een leuke ervaring. Ook op school werken wij met een wedstrijd, namelijk de kerstwedstrijd. Dit is vooral een hele gezellige en leuke invulling van mijn les tijdens de drukke kersttijd. Er is bij ons een BPV-begeleiding. BPV betekent beroepspraktijkvorming. De BPV-begeleider zal 2 keer per jaar minimaal langskomen op je stage of werk en contact houden met het stagebedrijf of werkplek. Studenten krijgen begeleiding in de LOB. Iedere student heeft een eigen studieloopbaanbegeleider die elke week een LOB-les geeft, oftewel een soort mentoruur. Er zijn regelmatig gesprekken met de studenten en eventueel de ouders. De onderwijsleider houdt de onderwijsprocessen nauwlettend in de gaten. Regelmatig is er overleg tussen docenten over de voortgang van de student, zodat wij goed de praktijk en de theorie in de gaten kunnen houden. Binnen onze opleiding vinden wij het heel belangrijk dat iedereen een gelijke kans krijgt. Eerlijk en respectvol met elkaar omgaan zijn onze kernwaarden. Ook omdat wij werken met modellen en klanten. Wij vinden dat dat bij een beroepshouding van een kapper past. Wij als docenten kennen onze doelgroep en zijn vakkundig, bekwaam en creatief. Daarnaast hebben wij ook een heel zorgteam om ons heen die de studenten kunnen helpen. Steun van ouders is echt van essentieel belang en zal leiden tot grotere successen van onze studenten. Aan het begin van het schooljaar is er een ouderinformatieavond waarbij u de studieloopbaanbegeleider leert kennen. Halverwege het schooljaar is er een workshopavond die gegeven wordt door onze studenten. Er is ook een klantportgroep en als er thuisproblemen zijn willen wij vragen om dit bij de intake door te geven, zodat wij samen de juiste begeleiding kunnen inzetten vanaf de start van het schooljaar. Ben je na het zien en luisteren van deze PowerPoint nog geïnteresseerd in onze opleiding, dan kan je je zo snel mogelijk aanmelden via de website www.alberda.nl. Alle uitnodigingen en dergelijke worden via de mail verstuurd. Je kan een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen indien het mogelijk is. De intakegesprekken zullen op school plaatsvinden en als dat niet mogelijk is, doen wij dat door middel van videobellen. We kunnen samen bespreken of een talentenscan nodig is. Je hebt een toelatingsrecht als je bent aangemeld voor 1 april 2021 met de juiste vooropleiding. De kosten voor de opleiding haarverzorging moet je aan Duo betalen.
Als je voor 1 augustus 18 bent of ouder, dan moet je bij de Bol €1216 betalen en bij de BBL €612. Je krijgt dan ook een studiefinanciering in de Bolopleiding. Ben je onder de 18 en voor 1 augustus nog geen 18 geworden, dan hoef je dus nog geen lesgeld te betalen. Bij het volgen van de keuzedelen zijn de kosten van €40 tot ongeveer €280. Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer €500, inclusief kleding en gebruikerspakket. Voor niet verplichte leermiddelen zijn de kosten ongeveer €100. Voor de huur van een kluisje betaal je €10. Een eigen laptop is verplicht. Eventueel kan je gebruik maken van het studentenfonds als je hiervoor in aanmerking komt. Bespreek de mogelijkheden hiervoor tijdens het intakegesprek. Volg ons op Facebook en op Instagram. Onze Facebookpagina is Alberda College Kapper en onze Instagram is Alberda Kapper. Hartelijk bedankt voor uw aandacht en ik hoop u graag te zien bij een intakegesprek of een voorlichtingsbijeenkomst van onze opleiding. Tot ziens!